Wij moeten als gemeente altijd verantwoordelijkheid nemen. En dat is volgens mij in het verleden altijd gebeurd op het moment dat problemen zich voordoen. Er wordt hier gevraagd om een extra setje maatregelen die wij met het geld dat wij zelf hebben niet kunnen financieren. Maar ik snap wel dat wij zaken naar de toekomst en met de uitwerking tegen kunnen komen. Wat mijn voorstel hierin zou zijn, is dat wij toch met het Rijk, met ProRail, met de provincie praten over een soort frictiebudget. Een budget wat wij zouden kunnen gebruiken, zeg maar tot een aantal jaren na het sluiten van de overgang, om eventuele problemen in de doorstroming op de plekken die we nu nog niet voldoende voorzien hebben, mogelijk te maken. Ik ga naar het besluit. En als het gaat over het besluit, te kiezen voor een omleidingsvariant B14, B15, variant 6. Want anders wordt er geen keuze gemaakt. Deze variant te brengen in de gesprekken met het ministerie en de provincie over de financiering van deze oplossing. Dan is met 8 tegen en 14 voor het voorstel aangenomen. Nou, die oplossing die nu gekozen is uiteindelijk door de gemeenteraad, dat was een van de varianten die door de burgers dus zelf ook ingebracht is. Maar daarnaast, nog wel de belangrijkste reden is, de dubbele overweg is een belangrijke verbinding tussen het centrum en Ladonk. Maar daarmee geeft hij ook overlast voor de routes door het centrum heen. Dus er gaat vrij veel verkeer de dubbele overweg over. Mm-hmm. En de routes naar die dubbele overweg toe, die zijn niet uitgerust om dat verkeer af te wikkelen. Dus de leefbaarheid in bijvoorbeeld de Baroniestraat, die zal alleen maar slechter worden op het moment dat je die dubbele overweg openhoudt en daar mogelijk maatregelen neemt om het verkeer beter te faciliteren. Mm-hmm. En uiteindelijk is dus de keuze gemaakt van nou kunnen we het verkeer daar niet weghalen en kunnen we een omleidingsroute creëren. Waardoor je dus inderdaad en die leefbaarheid verbetert in het centrum, zeg maar. Mm-hmm. En daarmee ook de bereikbaarheid voor Ladonk wel blijft borgen. Want dat is natuurlijk wel een belangrijk uitgangspunt geweest. Dus de poort naar onze economie van Bokstel, toch? De ondernemers die willen het liefst dat de dubbele overweg open blijft. Naast de maatregelen waar we al mee bezig waren, zijn er een verbindingsweg, dus een tweede ontsluiting voor Ladonk. En het optimaliseren van de verbinding Keulse Baan, dus vanaf de A2. Dus naast die twee maatregelen hebben de ondernemers het liefst dat de dubbele overweg ook nog open blijft. Het is gewoon een opstopping hier altijd, de dubbele overweg. Ik woon vrij dicht hier. Ja, bij het kruispunt, zeg maar. Dat ik denk van ja, hoe gaat er voor mijn deur uitzien? Weer hoe dat gaat kosten, denk ik. En waar dat geld vandaan komt, dat ben ik er wel benieuwd naar, eigenlijk. Ik weet nog dat die huizen in de Baroniestraat stonden. En die zijn afgebroken voor een onderdoorgang bij het spoor. Ik hoef tegen u niet te vertellen hoe lang dat er geleden is. Heel lang. Oh, dat bedoel ik. Zoals de plannen nu liggen, dan moet er een fietstunnel komen. En ik hoop tegen die tijd dat ze zoveel verstand hebben om gewoon een overweg daar maar open te laten. Totdat er dan wel wat geld vrijgemaakt kan worden, dat er alsnog die autotunnel kan komen. Binnen nu en na 5,5 jaar moet alles er liggen. Is het helemaal af? Ja. Ja. Op basis van de huidige planning en als alles goed gaat. En je gaat zelf als opzichter daar staan. Wat nou als iemand er echt niet mee eens is? Dat je er echt niet uit gaat komen? Dan kom je uiteindelijk bij de Raad van State terecht. Dat is de laatste procedurehalte in Nederland die we kennen. Ja, en dan zal de Raad van State uit moeten spreken of wij als gemeente ons werk zorgvuldig hebben gedaan. Dus of wij een zorgvuldige afweging hebben gemaakt, alle voor's en tegens goed beoordeeld hebben. Of we goed geluisterd hebben naar de omgeving. En of we inderdaad de juiste keuzes hebben gemaakt. Als er vragen zijn die ze beantwoord willen hebben, zoek contact met de gemeente. Ja. We proberen elke vraag te beantwoorden. Ja. Ook als het lang stil blijft. Ja. Ja. Nou, we komen deze maand komen we nog met een nieuwsbrief. Om weer goede informatie op peil te brengen. In die nieuwsbrief worden mensen ook uitgenodigd om eventueel zitting te gaan nemen in een klankbordgroep die we gaan oprichten. Die het hele proces mee gaat begeleiden om te kijken of het proces goed doorlopen wordt. Of dat naar tevredenheid doorlopen wordt. En daarnaast gaan we ook de mogelijkheid bieden om werkgroepen in te stellen waar mensen in kunnen participeren om voor de verschillende deelprojecten ook inhoudelijk mee te kijken. Dus een klankbordgroep voor het proces, werkgroepen voor de inhoud. Gewoon doorgaan. Oké.